De resultaten van het programma Initiatief voor Genderresponsief Onderwijs, dat in maart 2017 van start ging, is vandaag gepresenteerd aan het publiek. De presentatie vond plaats in de aula van het IGSR. Het programma is gedurende 33 maanden op 10 geselecteerde scholen van het lager beroepsonderwijs uitgevoerd. Het doel was om een veilige en ondersteunende schoolomgeving te creëren op het gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid. De Youth Advocacy Movement, YAM, is een van de betrokken organisaties. YAM-vertegenwoordiger Sarafina Naarden legt uit hoe de sessies met de leerlingen waren. We doen een pretest omdat we op dat moment willen weten met wie werken we. Wat is de kennis die de leerlingen bezitten op dat moment? En aan de hand daarvan gaan wij ook ter plaatse kijken wat moet je nog sneller bij doen om te voldoen aan die behoefte die er is op dat moment. Vervolgens behandelen we seksuele rechten en reproductieve rechten. Misschien voor velen van u een woord die u voor het eerst ziet. Het is een lang woord, maar we hebben het zodanig gedaan op een manier, op een speelse wijze, dat studenten het snappen. Als je nu een van de studenten gaat vragen waar de YAM is geweest in de klas, kunnen ze tenminste één seksueel recht opnoemen. Vervolgens hebben we gepraat over gender, de verschillen. Een baby nu of later, anticonceptie en als laatst hebben we een posttest gedaan. De posttest hield in vragen over onderwerpen die along the way aan de orde zijn gekomen. Naarden gaf aan dat confrontatie met de realiteit middels oefeningen doorslaggevend is. YAM heeft bijvoorbeeld een oefening, een baby nu of later, op de diverse scholen gedaan. Ze bespreekt enkele resultaten. En u staat er niet bij stil wat ze schrijven. Het is heel mooi, de voordelen van de jongens. Wat we op een aantal scholen hebben gezien, je wordt volwassener. Spelen met mijn kleine, dit is een van de flappen. Mini-you's, schattige, soms wel lelijk. Je kan pronken met ze. Mijn ouders worden opa en oma, misschien is dat de lang verwachte droom geweest. Profiteren van die man als hij rijk is. Dit is van een meisjesgroep, neem ik aan. Nadelen stoppen school. En zo kunnen we verder gaan, want bij elke groep hebben we deze oefening gedaan. Wanneer we deze oefening hebben gedaan, is er een volgende oefening. Deze oefening laat ze nadenken. Zaken overwegen, voordelen, nadelen en dan keuzes maken. Sarafina Naarden, vertegenwoordiger van Youth Advocacy Movement. De movement is betrokken bij de uitvoering van het programma Initiatief voor Genderresponsief Onderwijs.